Hallo en welkom bij Saints Row the Third. Yay! Oké, dat was heel blij. Maar Saints Row the Third. Dingen. Co-op camping gaan we ik doen. En Mag ik online. meedoen? Dat mag jij. We gaan een Jee. nieuw game spelen op. Wat doen we? Normal of hardcore? Ah, doe maar gewoon normaal. Ik bedoel, gewoon een beetje kutten. Oké. Dat vind ik veel leuker dan. Ja, dat is zo. Kutte is wel leuk in deze game. Daarvoor is die game ook gemaakt. En daarom vind ik het ook de game of the year. Maar dat is mijn mening. Bam! Hij is wel heel vet, Ja, ja. eigenlijk game of the year. En nou wel 2011, eigenlijk. Ja. Ja. Ik Niet denk dat je ook over 2012. Ik denk 2012. dat. Dat je daar ook nog helemaal niks over kan zeggen, want het is nog maar februari. Ja, ik snap. Maar ik denk dat dat GTA 5, dat wordt echt sowieso super vet. Borderlands 2 wordt ook echt fucking vet. En wat hebben we nog meer? Mass Effect 3 wordt wel cool. Black Ops 2, die kan. Nee, dat weet ik niet. Mo You dat moet can ik gewoon suck zien. my balls, Mr. Dat Garrison, zeg maar. weet ik niet. Want dat dacht ik bij Black Ops 1 ook. Ik En dat ben het dacht ik wachten bij op jou, Modern hè? Warfare Dat 3 weet ook. je trouwens. Absoluut, absoluut. Dat wist ik al Ik heb lang. je game invite gestuurd. Ook nog. Zal ik dan ook maar Create New doen? Ja, doe maar. Dan moeten wij een nieuw poppetje gaan maken, ook nog. Ik ga een chick doen nu. Want ik had een dude. Dat zag je ook in de announcement video van Saints Row the Third. Ja, dat mag. Capemans. Dan doe ik een dude, omdat jij al een chick bent. Maar als je een chick doet, ik heb. Je moet 2 uur met een chick spelen om een achievement te krijgen. Niet dat het echt boeit, maar. We Nou, kunnen ook bij dan. de chicks zijn nu. Dan zijn we een chick flick gang dinges. Aha. Dat doe ik wel in dude stem trouwens. Ik ga sowieso een I mannenstem doen. Zie je erin? am me. Ja, Ik zit start erin. co-op game. Nou, dan gaan we eens in beginnen. Dan komt het. De wondere wereld van Saints Row the Third! Stillwater! Hell yeah! Even iets verhaal. Stillwater is nu van de Saints. Zij beheren alles. In Saints Row 2, dan moest je alles nog ja, voor jezelf maken, zeg maar. En nu ben je gewoon bovenaan en. Ja, kunt doen wat je wil. In eerste instantie. En dan hebben ze een hele mooie. In a world. Star Wars-achtig iets. Toch, Cape? Echt dat je denkt van wow, Conquest, the story of human history. Since time immemorial, great leaders have risen from humble beginnings. Oké, ik ben te verkouden, ik kan die stem niet doen, sorry. Jongens en meisjes. to do shit. And so it was the Third Street Saints. Since conquering Stillwater, the once small time street gang has evolved into a media empire. A Saints movie is in the development. Johnny Gat and Shondi are pop culture icons and prop peers. Well, who gives a fuck about peers? The point is, the Saints are on the world stage and every criminal organization wants their crown. It was only a matter of time before one of them took the Light to Stillwater, of zoiets denk ik wat er stond. Ik denk dat Steelport. Oh, hij mag ook Steelport, daar zijn we ook. Steelport. Ja. Stillwater, Steelport. En dan wordt Pierce wordt in elkaar geslagen. Yay! En Pierce is een donker man. Ik wou zeggen Terug. neger, maar dat mag niet echt. Hey Pierce. Oh, Saints Flow, dat is energiedrank van de Saints. En dan krijg je badass. Ik wou zeggen, nou, he kicks some kut, maar ja. Ja, kick some. Ja, dat kut. Punk. Nou. Wow! It's over 9000! Oh, sorry. Woehoe! Tuurlijk, dat kan een neger. Ja, ik bedoel een donkere man wel. Prohibited in California. Op een telefoon bekijken we dat. Japanese commercials. Easiest money you'll ever make. Voor de duidelijkheid, Grand Saints Row is echt zo Ready knotsgek for als het maar this? kan. No Er komt worries. hele rare shit in, die guns die zijn ook Your fucking hands, son. oversized. Maar het is echt zo geniaal als Just het maar a ride kan, along, dus. man. So don't get all hunky and sit down there. En ze hebben nou allemaal een stem voor me rond. Dat is Go If Sean ever die je place nu in beeld seems to ziet, need die me, rechtse die weet ik zo it's niet. En links I is have no idea. Gat, dat is de gangleader. Johnny Gat. En Joking, dat zijn right? wij. Don't be real. You're robbing a bank dressed like yourselves. Hell yeah.
Who doesn't want to be Johnny Gat? En omdat ze een heel media empire hebben en shit, kunnen ze dus zulke dingen doen zoals dit. Gewoon als een zelf. Ja, maar. Met een kostuum. Ja, nou, dat was het. Ja. Wat wil je zeggen? Nou, nee, ja, gewoon dat. Ik bedoel. They're fucking famous. Ja, daar komt het op neer. Maar wij hebben dus nu nog geen gezicht of wat dan ook, dat komt zo meteen. Maar we gaan eerst even deze bank overvallen. Waarom weet ik eigenlijk niet, want we hebben echt miljoenen. Maar zo. You call yourself gangbangers? You're a bunch of pussies. We should be all up in their shit like fuck. Whoa, badass grandma. And the rest. En nu? Oké. Okay. Oh, nou. Dan wordt wat. Als het goed zijn we dan gelijk aan het begin om met z'n twee, toch? Ik weet het niet. Daar komen we zelf achter. Ja, daar komen we alweer niet achter. Als dat zo is, oh, dan zijn je bunch of pussies. Ja, maar we hebben nog geen poppetje gecreëerd, dus er zijn nog geen chicks. Oh ja, daar zit ik. Ben jij hier ook? Ik, ja. Ik heb alleen... Ah. Oh, daar ben jij. Ja, oké. Okay. Oké, dan knalt hij daar. Holy crap, zeg ik natuurlijk vliegen? Holy fuck! Nee. Dat paard. Dat zag ik wel vliegen. Het is al een poosje geleden dat ik die game echt heb gespeeld, zoals nu, zeg maar. Kill the guard! Ik ben alleen maar bezig geweest om alles te lokken en alles naar de tering te helpen, zeg maar. What the fuck is die dude op aan het schieten dan? Het zo. Nou, dat dus. Nou, die fucking bitches. Right mouse to zoom, daar was ik al lang achter. Maar het is ook een soort tutorial dit. All that matters is the ball. Let's find them. Get the hell out of here. Hey, zij hebben ook chicks. Wie de fuck is dat allemaal dan? Die rooien daar ook weer. Dat is een andere gang, maar ik wist niet meer welke. Er zijn namelijk drie gangs in de game. Fuck jou, meneer. Wow, dat was een beetje een veel. Wat? Oh, dat. Oké, breathe. No way we're cracking this thing. Ready for plan B? Yep. John, plan B. Get over here. Got the tools right here, Holmes. So, what's plan B? Huh? We drill it? Fuck no. We blow it. What? Wat een vibe. Wat een vibe. Sowieso, wat een pussy. Time to get to work. Time to get to work. We hebben unlimited ammo nu. Even. Wat moeten we doen? Hey. Boven de vault. Oh ja. Ik weet alweer wat het idee was. Wat, sign autograph. You're the saints. You have to sign this for me. Ga je dat maar doen? Ja, dat komt dus allemaal in beeld. Al die joy. Oh, nou dat was de explosie. Van wat ook weer. Oh ja, voor de vault. Nou, dit was pro. Hij is een beetje bang, die dude. Hey guys, you can call up the helicopter. Nee, dude. You fucking moron. Mm-hmm. Are you trying to get us all jail time? What? I don't want to be some dude's bitch. Nee, natuurlijk niet. Go. Laat lekker de safe vallen, jongen. We'll have to go after him. Forget about it, he'll be fine. Was het trouwens niet die night, dude? Mm-hmm. Ja, toch? Oh, die komt nogal weer. Oh, nice, die shotgun, die is epic. Ja, denk ik met je mee. Stillwater Hotel. Waar blijft die jute? Daar, door dat raam. Holy crap, flashbang. Die doet ze best wel. Hey, kom maar even wel shield staan. Komt er maar. Human shield, ik gewoon wel even uit het raam. Oh, uit het raam zei ik, niet door het raam. Nou, pak er gelijk een nieuwe. Ik wil ook. Ah! Hier is er nog een, hier is er nog een. Oh. Ja, nou niet meer, fuck dat. Yay, uit het raam. Nieuw dude. Die lui zijn wel trouwens wat moeilijker om neer te knallen. Ze hebben echt dikke armor erbij. Dat is wel beter. Pak er maar weer een dan. Als je nog wil. Oké, we gooien ze allebei gewoon naar beneden. Ja. Waar de fuck zijn nog meer dudes dan? Daar. Oh, fuck. Ah, oh, hier. Dat zijn... ja, Roy's hier, dudes. Mijn checks zijn dood.
Je kunt namelijk als je... Oh, we kunnen Royce hier lekker pakken. Heb ik al. Hold R. Oh, daar heb je wel een handgun. Ik moet bekennen, ik vind deze handgun wel een van de fijnere guns in de game. Dat klinkt misschien heel mal. Ja, je zit in het begin. Ja, maar sowieso. Want ik bedoel, de meeste... Oh nee, ze kunnen nog bashen met het shield. Heb je dat gezien? De meeste moet je namelijk sprayen als een malle, maar... Oh fuck dit, shoot de helikopter. Je hoeft niet trouwens een pistool, je kunt ook met die andere, met de minigun. Ja. Kiezen. Nou, schiet dat ding neer. Ja, ik wil wel, ik heb geen rocket. Wat een kut ding. Ligt die hier niet ergens? Weet ik niet, kom vast. Oh, hier is een rocket, mag ook. Wat, hier, bam. Wat een schatje. Hoe gaat dat? Wat een lieve helikopter. Ja toch, niet dan. Oh kijk, daar gaan we de hele ding eens op pakken. Een hele wolk. How met alle haken, zo doe je dat. Go, go, go. Go, go, go. En daar staan we dan op. Holy crap, zijn ook iets meer lui bij gekomen. Hey. Zo hé. Ja, maar onze gun is ook grappiger. Ja, klopt ja. Maar ja, moeten we al die bitches even neerknallen. En die fucking helikopter. Ik ben al bezig. Ja, ik ook. Ik moet reloaden. Kom op, reload sneller. Ik oh, ook. Fuck. Ik loop over naar de voorkant. Ik weet niet waar jij staat. Ja, part of the plan. What? Please autograph and then... Zo. Maar hij wil eerst de handtekening en dan moeten wij opgeven. Surrenderen. Ja, dan moeten we optieven. Dikke vinger. Drie bier. Reload. Bias. Oh, daar is die kut helikopter weer. Ga nou eens neer, jongen. Fucking scheid helikopter. Duurt lang! Oh crap, wat gaan we nou weer doen? Oh fuck, ik hang aan de zijkant van de container. Jij ook, nu? Aan de andere kant, of niet? Mhm. Ik ja, hang nou letterlijk. Beetje sprayen. Nee, reloaden. Ja, ik ook wel eens. Het is mooi hoe je een explosie krijgt als je op zo'n fan ding schiet. Dat is ook zo logisch. Oh fuck, kut helikopter. Klim! Oeh, dat ging nog maar net goed bij mij. Ik weet niet wat ik moeilijk doe. Ik ook niet, er liggen heel veel wapens op dat dakje trouwens. Schiet die fucking helikopter neer, mooi. Oh fuck, zo'n RPG. Oh fuck. Niet met die RPG, dude. Turn yourself in, my son wants to meet Shondi. Ja, dat kan ik wel begrijpen, maar... Kom op, fucking helikopter. Ja, mooi, 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 mooi. Niet op ons. Oh, fuck. Oh, crap. Damn. Toen we nog maar net overleefd. Mhm. Oh. Oeps. Oh, shit. Nou, when good guys go bad. Dat was de eerste missie. Krijgen we respect voor zelfs. Voor het velen. Waiting for death. Tot NNNS. NNNS. Saint-Drew Ziffert is loading. Notice. Loading. Wat voor notice? Zijn we aan het laden? Weird. Oh hier, customized character. Daar komt het. Wat ga ik in vredesnaam maken? Een vrouw in ieder geval. Deze keer. Ik word toch de dude. Ik ga denk ik weer ongeveer hetzelfde doen als bij mijn andere dinges. Ja, maar dat had ik al. Age. Nou, je kunt er van alles aanpassen. Ik kan natuurlijk met de muis, dat gaat sneller. Ja. Oké, nou is het heel oud, maar we maken, dat weet ik veel. We maken 21. Sex appeal, dit gaan we natuurlijk omhoog doen. Altijd. Kijk, en als je dan zo beweegt, dan schudden die dingen. Dat is ook heel leuk. Aha. Ja, sowieso. Bikini shorts, nou dat hoeft allemaal niet. Build. We gaan naar, als we haar wat dikker maken, dan krijgen ze ook dikkere memmen. Maar dan moet ze niet helemaal dik worden, ze moet ook een beetje sterk zijn. En een beetje dikke memmen. Dat is nog wel een beetje. Ik vind het zo helemaal geweldig.
Race, gewoon blank. Dat klopt allemaal. Even kijken. Face. Freckles. Wat geen ginger. Oh ja, wacht. Ik kan er ook wel een ginger van gaan maken trouwens. Zal ik er een ginger van gaan maken? Ja, waarom niet? Freckles. Moeten we nog iets meer hebben dan? Voor een ginger? Nee toch? Alleen freckles en rood haar toch? Ja. Ja. Eyes. Eye color. Oh, eye spacing. Ik had ook een heel raar poppetje van haar gaan maken. Zal ik dat doen? Nou, ik zeg, doe maar je blijft van wat, toch? Hair. Head. Ik ga een heel raar gezicht maken. Eyeball size, heel groot. Eyes fold. Ik zeg Egyptian princess. Alleen, ik heb een dude, dus dat kan niet. Maar oké. Okay. Oh, nou, het kan. Iris. dat is fucking genius. Eye style. Gewoon zo. Except, dat zijn de ogen, de wenkbrauwen nou nog. Ik ga een unibrow maken. Ze ziet er heel weird uit, joh. What the fuck. Ze kijkt heel boos of heel dom? Heel boos. Ginger, ze kijken boos. Je ziet het haast niet. Ik moet denk de hoofd even iets aanpassen. Zo, dat zijn wel goede wenkbrauwen. Oogcolor. Helemaal wit? Dat is best wel creepy. Wat ben jij allemaal voor aan het doen? Of ik doe ze helemaal zwart. Alienachtig. Ik maak haar wel alienachtig. Crown. Wat is het verschil? Waarom zie ik dit niet? Ah, ik doe het haar nog verneukt is. Zeg, ik doe er ook niet heel veel te veel aan hoor. Nou, dat zou ik ook niet helemaal doen. Non, kaal. Dat is een beetje erg, hè? Barely legal. Anime. Fuck anime. Cruising. Voor mij kun je hier nog geen kleren op gooien, of wel? Nee, volgens mij ook nog niet. Kabuki. Ik ga met van die rood, hè? Ginger. Ja, wacht even. Dat is wel heel erg rood, trouwens. Momentje, ik moet heel even luisteren. Sowieso mail 3. Ik moet een beetje oranje gewoon pakken, denk ik. Roze, mail 3. Oh, jij moet naar die dingen luisteren, ja. Hebben we niet iets wat meer met gingerachtig is? Ik kan wel echt rood doen, maar dat is echt gewoon rood-rood. Dit is gewoon oranje, dat maken we ginger. Krijgt ze een facial hair? Ze krijgt een snor. Een pornstar. Pornstash. Ook een rode. Zou wat echt weird is, nee. Unibra. Een rode unibra. Zou ik wel of geen moustache show doen? Ja, doe me niet, ik bedoel. Anders wordt het wel heel eng. Ik moet er ook nog mee rondlopen, hè. Ik moet er tegenaan kijken, ja, jij niet. Ja, inderdaad. Wat voor stokjes, kleurstokjes doe ik? Felroze. Rode stokjes. Prachtig. Ja, jij moet er inderdaad eng aan kijken. Ik wens je veel plezier. wat een grappig. Ze kijkt er gewoon weird ass al. Kut. Oh wacht, dat is de achterkant van de hoofd. Type. Daar kom ik mee bezig mee. Moment. Maak gewoon de dikste kop. Dit ging wel goed, laat maar. Forehead, bla bla bla, cheekbones, nose. Ik ga nog even een hele rare nose maken. Ik zet gewoon alles op 100, denk ik. Ik kan niet wachten tot ik kleren kan kopen. Ja, dat ziet er een beetje raar uit, hè? Zo. Met die kleren die je standaard hebt. Een beetje leren. Ja. Nee, maar ik heb bijna gewoon had ik hele chille kleren. Ik had ook een raar pitbull neus van de maan. Nee, ik maak echt een puntneus. En wipneus. dat is nog beter. Zet gewoon alles voor 100. Wom, wom, wom. Oh, sowieso dat we zo gaan lachen als ze dit zien. Hoop ik. Dit is echt de raarste neus ooit. dat wordt echt het. Je gaat er niet blij mee zijn, Gabe, als je het eraan moet kijken.
100% niet. Buddy in your channel timed out. Hij is gedropt. Het zal dus niet. Jongen, die dropt altijd. Dan moet hij zo weer even joinen. Dat is geen probleem. Even zo. Mouse. Bit. Side size. Mouse style. Gewoon zo. Lekker groot. Heel raar. What the fuck. Dan gaan we nog even een puntkin maken. Echt wel de raarste character ever. Echt een nou, lekker ding. Jaw spacing. Het is heel, heel bol. Wat hebben we nog meer? Even kijken. Voor het hebben we gehad. Dat hebben we gehad. Oren. Kunnen het. Ja, we gaan sowieso puntoren maken. En echt gewoon flaporen. Even kijken, ear openers. Buddy entered your channel. Zo, mm-hmm. We hebben flaporen, hallo. Dat verwacht ik al. Ja, het zal wel iets vaker gebeuren, denk ik. Van ja, een beetje kut. Ah, maar ik heb een heel sexy, sexy ding voor jou gemaakt. Daar ga je heel blij mee zijn. Nice. Dat was dat make-up. Oh, dat had ik nog wat. Eyeliner, wat hebben we allemaal? Oh, dat is heel mooi. Gewoon donker zwart. Yes, accept, accept. Eyeshadow, raccoon. Daar wordt niet beter van. Raccoon eyes. Ah, dat wordt heel erg lelijk voor je. Ik ben ook bang dat ik het niet wil weten. Fingernails, nail polish, rode nagels. Items, blot. Oeh, busted nose. Beaten, cheek bandage, forehead bandage. Nose bandage. Nou, doe maar niks. Entire face. Wat hebben we hier nog? All covered up. Oh, daar kunnen we helemaal gezellige dingen van maken. Maar dat gaan we niet doen. Personality. Voice. Everywhere I go, people are my next idea. So much chaos. Who the fuck is the police chief? Ik heb een zombie ding gepakt. Dan gaan we dansen. Ik sta hier op jou te wachten en ik kan intussen tijd nog helemaal niks. Ik sta gewoon buiten. Oké, ik heb twee tones uitgekozen. Een hele mooie. Start game. Exit play creation. Yes. Oké, we hebben een super sexy figuur gemaakt. Zeg maar. Hey, Sonny! Mijn voice is ook echt pro. We got arrested. No, to us. Burke's right. We traded our dicks in for pussies. Seriously. Movie deals, commercials. Saint's name used to mean something more than body spray and some ass tasting energy drink. Ass tasting energy drink. Ik zit echt gewoon naar mijn character te kijken, jongen, en dan met die stem erbij en die back. Oh, fucking genius. Sky's on Steelport. Steelport Airlines. Meneer Waffle. Is ook zo, is ook al. Ik blijf lachen, dat is niet goed. Dat is een tweeling, Viola en Kiki. Mm-hmm. Zijn niet slecht. Hoi, de syndicate. Evidently not, or you would not have robbed our bank. Perhaps you wonder why you are still breathing at this point. Actually,
I wonder why my foot's not up your ass. Oh ja, Johnny die heeft een behoorlijk grote bek. Like it or not, Mr. Gat. Our organization is expanding into Stillwater. I am offering you the chance to leverage your assets against your lives. Ladies? No. You may continue to operate the Saints Altar Media Group as you see fit. In exchange for 66% of your monthly gross revenue. Ja, dikke vinger. That is before taxes, of course. Ja, French fuck, I'm Belgium, so make yourself a fucking waffle. Fucking geniaal. So hope to come to a rational business arrangement. Ik word echt even lachen. Mijn character is echt zo'n ramp. Maar ja, was Johnny Gat nog neergestoken? Ja, nee. Ja. Ja, hij heeft wel best in zich. Maar hij is wel badass, dus... Ik word nu gered. En Johnny wordt gered en jij wordt gered ook. Mm-hmm. Ja. Oh, oké. Okay, nou, hij krijgt een mes. Oh! Ik denk dat ik echt twee seconden op jou achterloop of zo. Want dat mes, het kwam heel mooi aan, ja. Ja. Yo. Hij gaat het vliegtuig vliegen of zo en wij moeten iets doen. Hij kan nog ineens een auto rijden met schakelen, dus dat wordt wat. Hij schiet in ieder geval iedereen even neer. En nu gaat Cape mijn allermooiste creatie. Ik voel me net Frankenstein. Nou ja, dokter Frankenstein, zeg maar. Nah. Nou, dat is wat geluid van mijn poppetje. Ik heb een zombie gepakt. Hou je smol. Oh, hey! Daar heb je echt wat aangeplakt, of niet? Is die niet mooi? Kijk eens op. Ja, echt dat je denkt van. Dit is echt gewoon erg. Ik moet echt wel te veel lachen door mijn poppetje. Dit is echt gewoon slecht. Maar ja, hij heeft een gun. Hij is een fucking biatch. Your captain is having troubles finding the clutch. Nou, dat zijn dus allemaal badass dingen. Oké, laat me. Hallo meneer. Intussen heb ik zijn gun. Mag dat? Ik heb deze duurste gun nog niet. Ik heb nog geen gun. Maar dat maakt niet uit. Ik pak ze gewoon allemaal. Oh, zo met kruis vol op zijn bek. Ja, nou heb ik al een gun. I am Belgium. Belgium. Same thing. Oh, oké, wat gaat er allemaal gebeuren? Hoeveel, er leeft nog één iemand, of niet? Nou, niet meer. Nou, we gaan naar achteren. Johnny, we're about to jump. Johnny en de andere sexy dier. Vond jij niet knap dan? Oh, I see you in still. Johnny? En toen was Johnny weg. Dood, zelfs. Oh, fuck. Dan gaan we allebei. Dan gaat Johnny. Alle drie dus eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Hè. Oh! Au. Auto tegen je hassens lijkt mij niet echt fijn. Sowieso. Wel grappig dat je hier de auto van alle drie andere gangs ziet. Ja, klopt ja. Dat is helemaal goed. Mumbles. Ja, tuurlijk mumble ik, en ik ben een fucking zombie. Dat stond ook mij hoor. Mumbles. Ja, maar... Babbles, ik mumble ook sowieso, want ik ben een fucking zombie. Hij heeft hier wel weer unlimited kogels, hè. Oh, WA en nog wat space to flip up or down. Ja. Fucking veel lives zitten er ook in trouwens, in het vliegtuig. Reload, sneller. Fucking French bitches, die. Oh, wat moeten we nou doen? We moeten de dinges gaan redden. Johnny! Johnny, kom hier! Blijf jij maar op Johnny's wachten, ik duik al. Ik duik ook al. Ik ben aan de beneden. We hoeven niet op dingen te doen. Lightjes te paffen. Zie je al die explosies niet dan? Zo prachtig. Hey, je helpt me in! Fucking bitch! Jij helpt mij in!
Ik heb hem! Jij ook, denk ik. Ja, we hebben allebei. I'm not gonna lie, for a minute I didn't think you would make it in time. Oh crap, daar komt het vliegtuig aan. Mijn ding echt zo. What do you mean, don't freak out? Do you have a plan? We missen nu echt context ook. We missen nu echt een stuk informatie eigenlijk, omdat mijn poppetje alleen maar als een zombie praat. Dat schiet niet op. Geen ondertiteling dan? Nee. Ja, ondertiteling is mumbles. Groans en mumbles en zo, dus dat helpt niet. Daar gaan we. Oh yeah. Door het vliegtuig heen. Hey bitch. Geef mij die parachute. Ja, dat heeft Epi toch iets beter voor elkaar. Alright, sunshine. Hey, Capemans. Roars. Mijn is die roared alleen maar. Dat is gewoon crap. Dat vind ik wel. Okay, dan moet je. Ga even naar de Plastic Chirurg voor de stembandoperatie. Ja, of niet? Ja, zou ik wel even doen. Ja, inderdaad, anders missen we echt de context. Catch Shondy. Dan had ik dat nog beter kunnen doen, zeg maar. Roar. Hey, beter blijf je van me af, dude. Bij jou staan ook bargles, maar bij mij gebeurt. Hij zegt wat jij zegt. Vet vraag, dat het iets van de hoogste af is. Dat is dom. Daarom had jij dus ook moaning en gargles en al die shit. Want dat heb ik dus ook elke keer in beeld. Ik heb roars. Dat schiet niet op. Zo kom je niet wat van de story te weten. Nou weet ik wel die story redelijk in mijn hoofd. Maar ik zal hem even veranderen. Hé, daar ging mijn gunst. What the fuck? Ik gooide mijn gunst neer, hè? En volgens heb ik er weer twee. Goeie shit, ouwe. Wow. Hey Shawnee. Was nog goed, lekker ding. And we got her. Yay. Sneers. Well, you're a fucking asshole. Well, I can't disagree there. Dat is wat hij zegt. Okay. Mijn is alleen. Hier, daar is die French bitch. He's Belgium. Gentlemen. Mijn niet uit. Oh ja, dat zijn die andere twee homo's. Dat is de syndicate. Oh ja, de syndicates zijn die rode lui. Dan heb je Killbanes en Mucho Chereros, dat zijn die groene. En dan heb je die nerds zijn, hoe in die lui, Sky en nog wat of zo. Dat zijn die blauwe lui. Mhm. 1 miljoen miljard bedoel ik. 1 miljard. 1 miljoen miljard. 1 miljoen miljard! I'm free, free falling. En daar krijgen we respect voor. En we hebben nu een homie, genaamd Shawnee. Yo, bitch. Waiting for death. And How's cracking, bitch? No. Wat een tegen Shawnee? Rof taalgebruik. Maar ik denk dat we hier ook maar even de commentary eindigen. Dacht ik zomaar. Denk ga je niet? Oh, nou ja, dat is dus een ja van Cape. Dat is overduidelijk. Dit is het einde van part 1. Zonder Cape zijn einde, zeg maar die zal vast letters zeggen. Ja, like, comment, favorites zoals altijd. Als je het echt heel leuk vindt. Channel timed out. Dank u wel, mevrouw van TeamSpeak. Dan zet het in de comments als je het echt heel erg leuk vindt. Of als je het niet leuk vindt, mag je het ook in de comments zetten. Dan weten we in ieder geval hoe en wat. En ja, doe gewoon zoals altijd wat je altijd doet. En dan zien we jullie in part 2 weer. En dan is het sowieso we, want dan escape weer. Laters.